mijn kanaal. Ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van FIFA Carrière met Arsenal. En dames en heren, volgende wedstrijd is tegen Sunderland uit. Geen makkelijke wedstrijd, dus ik heb alvast de opstelling gedaan. Walcott links buiten Immobile Spits, rechts buiten Sanchez, CAM Özil, CVM eigenlijk, Ramsey met Wilshere, linksback natuurlijk Shaw, CV natuurlijk Mertesacker, onze trouwe aanvoerder. CV Vera, het grote talent. En rechtsachter Cassioni. En op doel, niemand anders dan Sanogo. Nee, dan Chesney natuurlijk. Vooruit zou het zijn en Sanogo op doel. Sanogo, hij is wel heel lang. Dus even kijken, hoe lang is Chesney eigenlijk? 1,96 meter. Oh, dat is langer dan ik had verwacht. Sanogo 1,91 meter. Wow, wat zijn dat twee lange kerels. Ospina 1,83 meter. Wat best klein is voor een doelman eigenlijk, maar het kan ermee door. Ik bedoel, is een goede keeper in het echt, alleen maakt best wel wat foutjes hier en daar. Maar ja, we gaan gewoon lekker spelen tegen Sunderland, dames en heren. Ik zie jullie zo weer. Helemaal, hier ben ik weer en het staat 0-0. Niet veel gebeurt, alleen Sunderland speelt heel agressief. Niet agressief met overtredingen, maar eigenlijk agressief op een goede en effectieve manier eigenlijk. Want hoe je eigenlijk agressief moet spelen met voetbal. Ze spelen gewoon alles op de bal, maar heel agressief en druk zetten ze. En het is heel effectief tegen ons eigenlijk, want we kunnen ze niet uitvoetballen helaas. Maar het gaat prima op zich. Maar ja, ze zetten gewoon heel veel druk en heel veel agressiviteit steken ze erin, dus een beetje moeilijk allemaal, maar hopelijk gebeurt er nog wat. Maar ja, dames en heren, gaan we zo naar nee, ja, ik ben helemaal van mijn rib. Nou, dames en heren, ik zie jullie zo gewoon weer voordat we allemaal spraakfouten gaan maken. Tot zo. Oh, en Immobile, wat een inkoppetje. Niet verdiend, maar ik kopte me toch in. En dit doet hij voor Arsenal. Dit doet hij voor Italië. Dit doet hij voor Londen. Dit doet hij voor Engeland. Wat een lekkere kopbal. Hij let gewoon goed op. En dan kop je hem erin. Gewoon goed opletten. Ook bij dit soort situaties. En de laatste tijden scoort hij heel veel kopballen. Wat goed is. Een spits die goed kan koppen. Altijd fijn. Oké, allemaal. Hier ben ik weer. En we hebben... Nou ja, ja, we hebben met 0-1 gewonnen. En Sunderland speelde heel anders. Sunderland speelde niet meer agressief. Niet meer veel druk zetten. Wat ik heel vaag vind, want ja, het was effectief eigenlijk. En oh, oké, we hebben dus Transfermarkt. Super ziek. En we hebben 3 berichten. Ik ben benieuwd. Belangrijk, Transfermarkt en Chesney. We hebben besloten een einde te maken. Potverdomme, Chesney gaat weg. Oh god, ja, dan moeten we met dinges verder. Met, hoe heet die? Ik weet geen eens meer hoe die heet, man. Hoe heet die ook weer? Ospina, ja. Ospina, gaan we dan maar verder. Jongen, Chesney was een goede keeper. Maar ik vind het nergens op slaan dat je weg gaat. Echt, jongen. Poepie jou, echt waar. Maar dames en heren, ik ben van plan een grote aankoop te doen. Hoeveel geld hebben we? We hebben 34 miljoen. Dus daarmee moet het te doen zijn. Dit wordt een grote aankoop. Wees voorbereid. Niemand minder dan Bastian Schweinsteiger. Hij is 31 al, ik weet het. Maar goede leider, 89 algemeen. Ik ben niet van plan heel veel te bieden. 20 miljoen. Omdat hij natuurlijk al 31 is. Wat aardig oud is, vind ik zelf. Wees eerlijk, dames en heren. Dat is aardig oud, 31. Maar ik denk dat hij een goede speler is voor het team. Want gewoon voor Wilshere in de plek bijvoorbeeld. Dat Wilshere, ja, het eerste team. Nee, gewoon nee. Campbell die wil spelen. Nou ja, weet je wat is Campbell? Ik laat jou gewoon wel lekker invallen. Kijken hoe je het dan gaat doen. Want invallen vinden ze ook altijd prima, dat soort spelers. Dus daar ben ik heel blij mee. En we hebben een 6 punten voorsprong behaald op Liverpool. Dus dat is heel mooi. Het gaat wel heel close hoor. Dus de top 7 van waar ik het nu kan zien. Maar wij zijn toch de 6e. Dus na 6 punten voor iedereen. Dus dat is een mooi topscorer. Is Holtby en Sanchez komt eraan en Immobile komt eraan. 1 doelpuntje verschil. Nou ja, dat moet het doen zijn, boys.
En ja, ik zie jullie zo gewoon weer bij een nieuwe, bij een nieuwe wedstrijd. Ja, tot zo. Oké, dit zal niet aankomen. Oké, dan kop opeens de bal erin. Ja, hoe kan dat? Metzke, ja, je moet voor je man komen, jongen. Of ja, of Metzke. Ja, wat doen ze nou ook met z'n tweeën? Kom op, hé. Nou, lekker dan. Immobile. En heerlijke dribbel. Gewoon een typische spitse dribbel is dit. Goed gedaan voor Immobile. En zeker geen miskoop. Wat hem goed kocht. Echt een goede keus. Echt een Taurus bij de kop kocht. Voor Balotelli, want hij speelt fantastisch. Oké, allemaal. Hier ben ik weer en we staan met 2-1 voor. En ja, Diaby kwam er net in uit het spelen van ons. En ik zat te denken en ik dacht, als Chesney weghaalt, hè, en Ospina wordt eerste keeper, die wordt dan als wisselkeeper. Geen goeie, dat weet ik wel. Dus wat ik dacht is van, we gaan Oblak kopen. De keeper uit Atletico Madrid, die goed is en jong. Hij is 21 volgens mij, of nu wat ouder, omdat we natuurlijk verder zijn in de toekomst. Maar prima, reservekeeper is dat. En ja, we staan met 2-1 voor. Wat me opviel is dat West Brom speelde voor de 1-0 van hun. Veel op mijn helft. Heel veel op mijn helft. Alleen maar op mijn helft voetballen. Totdat ze een tegendoelpunt kregen. Toen zakten ze in, net als Sunderland. Dus ja, het gaat goed. En ik zie jullie zo ook wel weer. Oké, normaal. Hier ben ik weer en we hebben met 2-1 gewonnen. Gelukkig maar, want we hebben de overwinning nodig. En ik ben er blij mee, want het is een belangrijke overwinning, denk ik. Hopelijk meer punten opgebouwd. 6? Ik weet het niet meer. Ik denk het wel, volgens mij. En Chesney, misschien zijn laatste wedstrijd was dat. Goeie keeper was hij, maar hij moet toch weg. Dat jij hem mee hebt. Oh ja, bij Campbell vergeten in te zetten. Poep mij. Sorry, Campbell. En Diaby speelde ook natuurlijk voor tijdelijk, want daar werd gewisseld erin. En afwezen, poep jullie allemaal. Dan ga ik 30 miljoen. Dan gaan we voor de 30 miljoen, dames en heren. Wij willen die kerel. Oké. Laten we hopen dat ze dat wel doen. Maar de strijd is begonnen om Schweinsteiger te tekenen bij onze club. Theo Walcott, 30 miljoen. Ze laten zien dat ze Walcott willen. Maar Walcott is echt heel goed. Ik dacht, misschien kunnen we een ruil maken voor Schweinsteiger. Maar aan de andere kant, ik denk niet dat het waard is Walcott voor Schweinsteiger doen. Dus ik doe het niet. Nee, weet je wat? Ik weet het eigenlijk niet. Zal ik het doen? 72 miljoen hebben we dan, hè, dames en heren. Weet je hoeveel het is? Weet jullie wat? Jullie zien het gewoon wel weer lekker. De volgende aflevering. Wat mijn keuze zal zijn. Zal ik nee zeggen of ja zeggen? Aan de andere kant. Hij is een van de beste spelers van de ploeg. Aan de andere kant ook. 72 miljoen. Is een bedrag die ik niet laat schieten. Dames en heren, ik zie jullie de volgende keer weer. Bij deze cliffhanger, wat ga ik kiezen?